Hallo, goedemorgen iedereen en welkom bij een What I Eat in a Day. Het is 10:15. Ik heb nog niks gegeten. Ik heb alleen één groene thee gedronken. Dat is het. Voor de rest nog niks gegeten. Even de tijd in de oog houden voor mijn eitjes. Omdat ik best in het weekend best zwaar had gegeten. En veel vettig eten. Dus ik had het gevoel dat ik nog niet echt honger had deze morgen. Dus ik probeer een beetje op mijn intuïtie, of hoe zeg je dat, te rekenen en te kijken gewoon wanneer ik honger heb, eet ik. Als ik geen honger heb, dan eet ik nog niet. Dus nu begin ik zo'n beetje honger te krijgen. Dus ik ga toast avocado maken met een hardgekookt eitje erop. Ik ga 3 toastjes maken. Ik heb glutenvrij brood, glutenvrij bruin brood, denk ik dat het is. Ik ga het even laten zien. Dit is het. Kunt je kopen in de Albert Heijn, maar ook in de, waar heb ik dan nog wel gekocht? In de OK en in de Spar. Dus ja. Oké, ik heb hier 3 toastjes en ik heb 1 kleine baby avocado. Wat genoeg is op 3 kleine toastjes, want dat brood is niet zo groot. En die ga ik daar dan op pletten. Oké, dan ga ik er peper op doen en zout. Ik gebruik Himalaya zout, omdat ze zeggen dat dat iets gezonder is. Ik weet niet of dat waar is, maar alleszins, dat is wat ik erop doe en dan ziet het er zo uit. Dan nemen we de eikens, ze zijn klaar. Ik ga die gewoon even afgieten in de pompenbak. Eentje is wel gebarsten, zie ik. Eikens een beetje zijn afgekoeld. Oh, we zijn nog heel heet. Ik ga er even wat water over laten lopen. Oké, dan ga ik de eiken pellen. Oei, oei. Dit was al gebroken, dus ik hoop dat ik er iets uit krijg. Ja. En dan ga ik eigenlijk op mijn toast leggen. Super easy. Je kan ook scrambled egg doen of een zacht gekookt spiegelei. Deze zijn ook wel niet heel hard gekookt, merk ik. Ik heb ze niet lang genoeg erin gelaten. Maar die gaan we dus. Ja, de binnenkant is dus nog loperig. Ai ai ai. Oké, dit is een real what I eat in a day. And I'm not perfect. Dus dit hoort er ook bij. Dus we hebben een beetje loperig ei. Een zacht gekookt ei. En dan ga ik verdelen over mijn toast. Oep. Voilà. Ik hou echt van ei. En dan pak ik sriracha. Kunt je ook kopen in de Albert Heijn, want velen vroegen dat, dit gebruiken we echt heel veel eigenlijk. Dat is een soort pikant, zo hot chili sauce en dat is echt het beste ever. Ik vind het echt zo lekker. Waarom komt er nu niks uit? Misschien openen, Thalisa. En ik drizzle gewoon een klein beetje erop. Niet te veel. Voilà. En dit is de finished product. Wat ik nu ga eten. Ik heb nog een halve groene thee. Ik weet niet of je het ziet. Dus die ga ik nog verder op drinken. En dat is mijn ontbijt om 11:30. Het is ondertussen bijna 1 uur. En ik weet. Ah, het is al 1 uur. En ik weet dat ik nog niet heel lang geleden gegeten heb. Maar om 2 uur moet ik naar de tandarts. Dus ik eet nog wel iets ervoor, want ik moet sowieso een gaatje laten maken en misschien ontzenuwen we zelfs, heeft hij gezegd. Dus wie weet kan ik kei lang niet meer eten. Dus ik ga nu wel sowieso nog iets eten. Ik heb niet heel veel honger, maar ja, als ik straks honger heb en ik kan niet echt eten, dan eet ik liever nu. Rucola slaatje maken. Hey Melk.
met mozzarella. Ik heb lactosevrije mozzarella. Ik heb cocktailtomaten. Ik weet niet waarom dat cocktailtomaten noemt, maar alleszins tomaten. Ik heb de rucola al in mijn kom gedaan. Wat ik dan ga doen is balsamico sprinkelen. Ik gebruik deze, die is van de Albert Heijn. Dan ga ik er Himalaya zout en 4 seizoenen peper op doen. Sorry voor Milky, maar altijd als er eten is, jankt hij zo. En dan ga ik er als laatste op doen. Dan zal ik jullie laten zien hoe het eruit ziet. Het is echt super, super, super simpel. Maar ik eet super graag mozzarella en tomaat. En het is ook nog eens heel gezond, want dat zijn heel veel eiwitten en heel weinig calorieën. En voilà, super easy, super simpel. Je hebt de groenten, eiwitten, er zitten wel geen carbs bij. Maar ik had wel de basilicum, basilico, sla, nee, hoe noemt je dat? Basilie, alleen nu, dan ben ik de naam kwijt. Hoe noemt dat nu? Balsamico, wauw. Dus de balsamico erbovenop moeten doen, dat was mooier. Met nog één finishing touch en dat is verse basilicum. Mijn plantje heeft een beetje te veel water gehad, dus dat begint een beetje bruin te worden. Ik ga een beetje nemen. Milky. Voilà. 1, 2. Very nice. Kijk, ik geef Milky dan een stuk mozzarella en die eet dat niet, hè. Die zaagt de hele tijd en dan eet hij dat niet op. Ik ga ook mijn waterfles nog eens bijvullen. Ik heb er zo nu al 2 gedronken. Ik denk dat dit 75 centiliter is. Alhoewel, zelfs niet. Nee, ik denk een half literke. En zo probeer ik er toch wel 5 of 6 te drinken op een dag. Ondertussen is het tijd voor avondeten. Het is 6:30 voorbij. Ik had nog een kleine snack meegenomen bij de Carrefour, zoals jullie konden zien. 6 sushi veggie rolls en een cola zero. En sindsdien, moet ik denken, heb ik niks meer gegeten, denk ik. Nee. Ik ben nu zalmpapillotjes aan het maken. En daarbij gaan we broccoli eten en een corn salad die ik bij een YouTuber had gezien. En geen carbs vandaag. Ik doe mijn zalm gewoon in zilverpapier, peper, zout, currykruiden of currykruiden. Een half tomaatje, allee, 1 tomaatje half. En een basilicumblaadje. En ja, Milky, dan maak ik er gewoon papillotjes van. Ik heb de oven voorverwarmd op 190 graden. En dan ga ik die er 20 minuutjes in zetten. Milk! Oh, je bent altijd zo vervelend als ik eten maak, hè? Oké, de zalm zit in de oven en dan ga ik nu de corn salad, ofwel maïs. Ik zeg altijd mais en blijkbaar is dat fout. En moet ik maïs zeggen. Hè, Niels? Maïs. Ik zeg altijd mais. 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 Dat is een maïs slaatje. Het enige wat we daarvoor nodig hebben is natuurlijk de maïs. Dan verse munt, kersttomaatjes en feta. Ondertussen heb ik eerst wel de broccoli al op het vuur gezet. Op de hoogste dingen. En als het thuis gaat koken, zet ik het wat minder. En dan ga ik ongeveer 10 à 12 minuutjes laten koken. Oké, dan de salade. Ik ga eerst de mais open doen. Nu zeg ik weer mais, hè. Godver, ik ga het nooit leren. En de maïs afgieten. Ik moet er echt op letten dat ik is, zeg niet mais. Zeg, Mr. Grammy, heel erg gemold.
Goed gedaan. Proficiat. Dank u. Oké, dan gaan we die kan doen. Ik ben super benieuwd. Ging het daarna, hoe het gaat zijn. Dan ga ik kersttomaatjes snijden. Ongeveer 10 of zo, denk ik. Ik snijd die in 4. Omdat ik niet graag zo te grote stukjes heb. Dan gaan we de munt snijden. Muntblaadjes, allez, snijden en zo kleine stukjes doen. Ik hoop dat het lekker gaat zijn. Hè. Ik ben benieuwd. First time. Ik weet wel niet hoeveel. Ik ben tegen de camera aan het praten. Maar je mag ook antwoorden. Als je wilt. Ja? Ja, zeg wat best. Ja. Je kan ook zelf eten maken, hè? Nee. Nee, 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 daar ben ik te lui voor. Zeg. Ik wil niet zo lang. Wat? Wat? Ik ben met een klein toast. Ja, hé, ik ben ook niet thuis geweest, hè? Ik ben na u thuis gekomen zelfs. Ah. Ik weet niet hoeveel munt erbij moet, maar ik denk dat het zo wel goed gaat zijn. Oké, dan als laatste doen we nog de feta. Ik heb lactosevrije feta, eigenlijk vegan feta. Ik ga denk ik beginnen met zoveel. En dan kijken hoe, of dat genoeg is of niet. Dan ziet het er zo uit. En dan gaan we nog peper, zout en olijfolie, zag ik dat hij erbij deed, toevoegen. Oké, ik heb de corn salad even in de frigo teruggezet. Het smaakt wel lekker, dus ik hoop dat Niels ook gaat vinden. Want Niels is een moeilijkere eter als mij, ja. Dat is waar, hè? Je luistert toch minder dingen, maar je staat wel open voor alles. Ja. Ik lust alleen worst. Ja, worst en witloof en spruiten. Alles spruiten wel. Ja? Ah. Oh, dat wist ik niet. De zalm moet nog 4 minuutjes. De broccoli is klaar, dus die ga ik even afzetten. En dan ga ik nog snel een sausje maken met mayonaise en sriracha. Ik ga dat hierin. Dat is eigenlijk gewoon super simpel. Dat had ik ook ergens gezien. Ik heb een nieuwe mayonaise meegebracht. Dus ik doe eigenlijk gewoon mayonaise in een potje. En een beetje sriracha erbij. En dan roeren. En dat zou naar het schijn super lekker zijn. Dan ziet dat er zo uit. Mmm. Ja. Dat smaakt. Yummy. En de laatste stap is de broccoli nog afgieten. Voilà, dinner is ready, ja. Allee, kom maar op, scheppen. En zo ziet het eruit op ons bord.
naast zijn bord. Smakelijk. Dank u. Oké, het laatste van de dag. Ik heb een gemberthee. Het is 9:15. Ik heb een gembertheetje. En ik ga een Alpro Greek Style granola vanille yoghurtje eten. Dit wordt ook een yoghurtje. Te laat. Niels doet intermittent fasting, dus die eet niet meer na 8 uur. Ondertussen is het slaaptijd. Het is bijna 11 uur. Wij gaan slapen. Dit was mijn What I Eat in a Day. Hopelijk vonden jullie het leuk. Als jullie meer van deze video's willen zien, abonneer dan zeker op mijn YouTube-kanaal. En laat me ook in de comments weten wat jullie nog meer willen zien. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Dag!